Je wordt jezelf ook gewoon helemaal zen van. Er zit namelijk zelfs een la onder. Hallo, welkom bij deze extra video. Ik ga jullie vandaag iets heel leuks laten zien. Althans, wat ik zelf heel erg leuk vind. En dat is namelijk de babykamer. Ja, ja, eindelijk. Hij is af. Nou, hij was eigenlijk al een hele tijd af. Maar er zijn altijd een paar kleine dingetjes nog die nog gedaan moeten worden. Nu nog steeds trouwens. Maar goed, het is gewoon tijd om even deze leuke video op te nemen. Dit is trouwens Jolterkamer. Die is ook nog niet helemaal af. Maar het komt wel aardig in de buurt. En daar gaan we nog een keer een aparte video van maken, want dat wil ze natuurlijk ook zelf doen en dat is hartstikke leuk. Dus we gaan naar de babykamer. En daar gaat de deur open. Ta-da-da-da. Hij is echt mega klein hoor. Maar ja goed, zoveel heb je toch ook niet nodig. Hij is zelf natuurlijk ook nog heel erg klein en hij slaapt ook nog eens bij ons op de kamer in de eerste periode. Ik denk 2 maandjes ongeveer. Even kijken hoe het gaat allemaal. Maar goed, hier is de kamer. Oké, ik ga eventjes beginnen bij de commode. Ik moet steeds een beetje in een hoekje gaan staan, omdat het allemaal een beetje klein is. Hier, deze lijstjes vond ik super leuk. Heb je nog zo'n lijstje? Ik heb toch wel een beetje voor wat diertjes gekozen. Nou ja, giraf, lammetje, aapje. We hebben een cam van Netgear Arlo en dat is super handig, want dan kun je gewoon met een app in de kamer kijken. Als de baby hier straks ligt te slapen, dan kunnen we hem zien vanaf hier. Ja, eigenlijk alles van het badje, dat is mintgroen. Dat vonden we toch wel iets mooier dan het grijs, omdat anders werd alles zo grijs. Dus om te breken hebben we dan gekozen voor mintgroen. Nou, de commode. Dit is eigenlijk hoe ik het tot nu toe heb ingedeeld, maar misschien dat dat nog wel verandert. Al die bakjes trouwens heb ik van de Action. En dat vind ik super handig om je la een beetje te ordenen. Hier heb ik alvast wat vitamine gehaald, omdat ik weet nog van met Jola dat ik dat allemaal in de eerste week moest halen. Thermometers. Zowel eentje voor oor als gewoon. Ja, speentjes. Beetje overdreven misschien, maar ja, ik kreeg er gewoon veel. Niet echt zelf gekocht of zo. Wasspulletjes en luiertjes. Dit zijn de luiertjes van Lilydoo. Die wil ik zoveel mogelijk gaan gebruiken. Je zult ook af en toe nog wel Pampers en andere luiers bij mij voorbij zien komen. Want soms koop ik ook gewoon wat er in de aanbieding is. En, maar deze, die zijn dus helemaal zonder chemicaliën. Daar heb ik al een keer eerder uitleg over gegeven. Dat geldt ook voor de billendoekjes. Maar zoals je ziet komt ook af en toe komen de andere dingen voorbij. Hydrofiel luiers! You can't have enough. Niet gestreken trouwens, had ik echt geen zin in. En dit zijn dus die luiers. Dat is de Soeselie, die ligt hier. En dat is een kruik die je met stroom warm kunt maken. Dus dat is hartstikke handig. Deze heb ik van Roos gekregen. Die zal ik even demonstreren straks. Superleuk. Nou, het Nijntje. Die kan ook aan en die heeft geloof ik 3 of 4 dimstanden. Dus dat is heel erg handig om gewoon als nachtlampje te gebruiken. En hij is zo, zo cute. Ik moest er echt naar op zoek gaan. Maar ik vind dit echt, ja, dit past gewoon veel meer in deze kamer dan zo'n hele grote. Anders was het, ja, voor in deze kamer toch allemaal een beetje groot geworden. Die heb ik gewoon van de Action. Die vind ik aan heel lelijk. Veel te veel licht, maar zo vind ik hem wel heel leuk. Deze badcare, die heb ik gekocht omdat hij gewoon lekker stevig is. En je kunt er allemaal badspulletjes in doen, want hij kan tegen water zo te voelen. Maar dat moet ik er nog in zetten. Nou, die zat bij het badje, bij het setje. Dit vind ik zo'n leuk pakje, jongens. Dat is van Amahoula. En ja, ik hou ervan. Dit is, hoort ook allemaal bij het setje wat ik van Kuka heb gekregen. En dat vind ik echt mega leuk. Erbij passen allemaal. Ik heb alle kleuren op elkaar gematcht. Zoals je ziet met het dekentje. Deze en deze. Dit slaapzakje van Pukkababy. Ik vind deze echt super leuk. Bart ook. Die houdt er helemaal van deze stijl. En dat geldt trouwens ook voor Done by Deer. De knuffeltjes van Done by Deer. Maar ook andere spulletjes van Done by Deer hebben we. En dat is echt super schattig en zacht. Ik ben helemaal van de olifanten. Zoals je hier ook kunt zien. Deze olifant die moest en zou ik hebben. Hij is van Soft & Wild. En ik vind hem gewoon zo schattig. Hij heeft zulke lieve oogjes. We konden hier niet echt een klamboetje hangen. Omdat het natuurlijk schuin loopt. Maar ik vond het wel leuk om er iets boven te hangen. Wat het een beetje breekt. En hier kan hij dan leuk naar kijken. Ooit. Hopelijk vindt hij hem niet eng.
Zoals veel van jullie zullen weten is, we hebben het hele babykamersetje op Marktplaats gekocht. Hij was wel echt in een hele goede staat. En ja, echt een hele praktische kast zoals je ziet. Maar ook het ledikantje is heel erg praktisch. Er zit namelijk zelfs een la onder. Dit is de Alaska. Maar het is volgens mij wel een wat ouder model van de Alaska. Dus de nieuwere modellen zitten volgens mij... Of je kunt die la, nee, die kun je er los bij bestellen, geloof ik, als je een nieuw koopt dan. Ik heb gewoon mazzel gehad. Of je moet goed zoeken op Marktplaats. Maar daar doe ik dus alle lakentjes en dekentjes. Nou, de commode hebben jullie net al gezien, de lades. Dit is dan de kast. Nou, heel fijn, heel ruim. Dit zijn de kleertjes die we tot nu toe hebben. Dit is een beetje de kleine maatjes, de 50 en de 56. En dit is eigenlijk 62 al. Nog een voorraadje luiers. En dan hebben we hier de knuffeltjes allemaal. En de sokjes. Zat. Dit is nog zo'n wikkelding van Kuka. Die is ook zo heerlijk zacht. Nog een slaapzakje. Deze ga ik later gebruiken. Of nou, ik zie echt vooral Bart hem gaan gebruiken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou, er zitten ook al wat kleertjes in de vluchttas. Ik vind wel dat ik heb heel weinig jasjes en vestjes. Dus daar ben ik af en toe nog een beetje voor aan het kijken. Of ik iets tegenkom. En deze die had Yola ergens gezien. En toen zei ik tegen Yola, wauw, je bent echt een super mamaatje. Kijk, want dat heeft ze helemaal goed gezien bij alles, hoe leuk dat staat. Dit is onze luieremmer, die is van Ubi. Hij is ook gemaakt van een speciaal materiaal wat geen luchtjes in zichzelf opneemt. Dus de luieremmer zelf, die gaat niet stinken. Je kunt hem ook met dit knopje op slot doen, dat hij niet open kan. Dat is ook wel handig als je kindjes straks zelf gaan kruipen en zo, dat ze hem niet open kunnen maken. Yeah. Oké, dan zal ik ook meteen even het wiegje boven bij ons bed laten zien. Dat is ook nog niet helemaal af hoor, maar dan heb je een beetje een idee waar hij straks te slapen komt in het begin. Dat is wel leuk misschien. Oh ja, en ik zal de lampjes nog even aan laten zien. Dat is ook wel heel erg schattig. Dat is dus het Nijntje. En dan kun je hem, hij is gewoon zacht ook. Dat is echt super grappig. En dan kun je hem dus zo in standen veranderen. Kun je ook met een geluidje doen. Even wat donkerder maken. Nou, hier word je zelf ook gewoon helemaal zen van. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat de kindjes hier zen van worden. Dit is het wiegje wat naast ons bed komt te staan. Wat er nu nog niet helemaal naast staat. Omdat, ja, dat is nu natuurlijk nog een beetje onhandig voor mij. Als er nu al helemaal een bedje naast staat. Maar die schuiven we er natuurlijk zo naast. Hij zit nu helemaal met alle randen omhoog. Maar je kunt dus één rand naar beneden doen. En dan kun je hem dus heel makkelijk lekker aanschuiven aan je bed. En dat was echt de reden dat ik dit wiegje wilde. En hij is ook echt heel stevig. Voelt echt goed. Ik heb hem eventjes opgemaakt met een dekentje van Elodie. Die hebben we van Baby Matters. Dit is echt zo'n leuk dekentje. En zo zacht. Ik ben helemaal weg van dit dekentje. En nou goed, er zitten ook nog wieltjes onder. Maar ik denk dat we die er niet onder hoeven te gaan zetten. En we moeten nog even kijken hoe het precies werkt met dit naar beneden zetten. Althans Bart. Maar even kijken hoor. Ja, dit is... Hij moet nog omgedraaid worden, dat zie ik net. Ik zie net dat ik hem verkeerd heb opgemaakt. Volgens mij gaat deze kant omlaag. Dat is ook wel handig, want ik wil nog wat van die houten kistjes kopen bij de IKEA. En die dan ook nog eronder zetten. Dat is wel handig, toch? Ziet er ook wel leuk uit, denk ik. Van die kistjes. Dus, nog even één keertje naar de IKEA. Dit is trouwens mijn vluchttas. Die zet ik er even in. En wat daarin zit, dat kunnen jullie in de extra video van volgende week zien. Nou, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat het ook zeker even weten. En tot morgen in een nieuwe vlog. Bye bye. Abonneer hier. Doei. Rock that joint.